Ja, als de gemeenteraad zegt, nou, dit vinden we, hè, en, het plan van eisen vinden we prima en we kiezen voor scenario 1. Dan wordt er een nieuwe projectleider aangesteld. En die projectleider, dat is, dat weten we al, dat is Willemijn van Enk. Onze huidige medewerker RO. En die gaat de vervolgfase doen en dus toewerken naar een schetsontwerp. En dan moeten er nog allerlei onderzoeksvragen moeten er beantwoord worden. En wanneer is het dan klaar? Ja, precies. Dat is een lastige vraag. Daar durf ik eigenlijk nauwelijks antwoord op te geven. Maar goed, een indicatie. Als alles nou heel erg soepel loopt en we weinig stagnatie ondervinden, dan zou je kunnen denken aan, over pakweg 5 jaar zou het een en ander kunnen staan. Ik merk zelf dat ik er enthousiast van word. Het is iets, een vernieuwing en dat is hard nodig als je kijkt naar de huidige staat van sommige panden die er zijn. Twee van de naam, Dorpspark. Ik vind het wel gewaagd. Net als, er wordt altijd gekkering gezegd, je hebt de dorp en een terreindijk. Maar eigenlijk zeg maar, ben je met z'n allen Zoeterwoude. Dus als in Zoeterwoude dorp, in de dorpskern nou bijvoorbeeld een Rijndijkpark komt, dan krijgen we een hele interessante ontwikkeling. De Bernardusschool is heel erg toe aan een nieuw verbouw. Het staat er nu denk ik een jaar of 40, 50, waarin het kleutergedeelte nog apart is van het basisschoolgedeelte. Dus wij willen heel graag ons onderwijs in een nieuw gebouw laten plaatsvinden. Nou maakt scenario 1 of 2 nogal uit voor de vorm van de school. Hebben jullie daar een voorkeur in? Nou, wij zijn uitgegaan van het feit dat de vorm er nog niet toe doet. En hebben meer naar de plek gekeken in plaats van naar de vorm. De plek is prima. Kijk, het had voor ons heel handig geweest als het op een plek had worden gehuisvest, waardoor we niet naar tijdelijke huisvesting hoeven te gaan. Maar de gemeente is wel al aan het meedenken van hoe kunnen we nou jullie zo min mogelijk tot last zijn als we aan het bouwen zijn. En waar moet de gemeente nog meer op gaan letten als scenario 1 het ook echt gaat worden? Op de verkeersdrukte en de verkeersstromen. Dat is natuurlijk nu ook heel lastig in de gemeente. Als je ziet met halen en brengen van ouders en van kinderen. Jullie zijn best tevreden met het gebouw waar jullie nu zitten. Wij zijn zeker tevreden met het Kuiken, het kinderdagverblijf. Dat is een heel mooi gebouw. We hebben een mooie groene ruimte eromheen. En de ouders zijn er ook heel tevreden over. Het zou wat meer zichtbaar mogen zijn. En wat moet er dan gebeuren? Ja, dan zou er de eendekooi die zit er net een stukje naar voren, waardoor we een beetje in een hoekje zitten. En dat vinden we jammer. Maar goed, wij moeten onszelf ook wat beter in de kijker gaan zetten. En zoals het nu het nieuwe scenario, komen wij ook iets beter tot ons recht.